Ja, Tim Bakens, toch wel heerlijk. Hè? Zo de voorlaatste wedstrijd, ja, eigenlijk voor die winterstop. Eigenlijk is geen winterstop, maar een 1-0 overwinning. Zij het met dichtgeknepen billen? Ja, het was een moeizame wedstrijd voor ons. Maar dat zijn ook vaak wel weer de mooiste om te winnen. Dus uiteindelijk heel blij met een overwinning in Kerkrade. En ja, we weten met z'n allen dat we bepaalde punten moeten verbeteren. En daar zijn we iedere dag mee bezig. Dus, en dat blijft ook. Hè. Dus ook na een overwinning blijf je daarmee aan de slag. Nou ja, dat is ook voetbal. Dacht jij niet van na die 1-0 winst, na die 90 minuten, hè, mijn appelflappen komen eraan? Ja, dat dacht ik meteen aan. Ik wilde jou eigenlijk nog een berichtje sturen, maar ik had jouw nummer niet. Dus uiteindelijk zijn ze vandaag gekomen. Daar ben ik blij om. Nou, ik heb ze meegebracht, want ik denk van ja, dat beloofd is beloofd. Maar dan toch de vrijdagavond. Toch een speciale wedstrijd eigenlijk, Tim, ook voor jou. Ja, het is mijn oude clubje. Daar begon het voor mij eigenlijk, zowel als voetballer en als trainer. Dus wat ik zeg, ik heb daar goede gevoelens bij de Graafschap. Maar kun je dat ook overbrengen op de jongens? Want ik zag je enige weken geleden samen met Elmo Liefding, die ook zo'n carrière bij de Graafschap heeft, samen hier op het bankje zitten. Ik denk bij mezelf, je hebt het over de Graafschap, over die wedstrijd die eraan zit te komen. Nou, dat was toen nog niet hoor. Dat was toen nog niet. Maar kijk, het overbrengen van dat sentiment vanuit mijzelf vind ik eigenlijk veel minder belangrijk naar spelers toe. Spelers die moeten gewoon eigenlijk iedere wedstrijd benaderen alsof het hun belangrijkste wedstrijd is. En dat sentiment van mij speelt daarin eigenlijk helemaal niet mee. Dus dat hou ik ook voor mezelf. Maar je hebt wel een beetje een probleempje geloof ik, hè? Want er zijn een aantal jongens vrijdagavond geschorst. Probleem. Ik denk dat het een mooie kans brengt voor andere jongens. En die kunnen laten zien wat zij in huis hebben. En dat weet je, in een seizoen gaan mensen tegen schorsingen aanlopen. En dan kan je eigenlijk ook meteen laten zien hoe sterk de groep is. Hè? Dus zijn de vervangers goed, zo niet beter. Nou ja, en dan wordt het wel weer makkelijker of moeilijker voor de trainer. Dus ik denk dat alleen maar goed is. Krijg jij ze scherp? Vrijdagavond 8:55 voordat ze het veld opkomen? Dat is een goede vraag. Ik zal eens even nadenken. Misschien dat ik maar iets van normaal op moet zetten in de kleedkamer of zo. Dat ze dan denken, wat is dit voor een herrie? We moeten snel naar buiten. Recht toe, recht aan. Ja, zoiets. Succes. Dankjewel. Elmo Liefdink, ja, je mag niet met volle mond praten. Nee, dat klopt. Dus ik bewaar hem nog even. Afgelopen vrijdag. Toch 3 punten, belangrijke punten. Je was essentieel bij 2 aanvallen. En vooral bij de winnende goal. Ja, dat klopt. Was wel mooi. We hebben het er al vaak over gehad. Als Bram die bal vrij heeft liggen. Dat ik dan, als ik dan diep loop, dat hij die kant op moet kijken. En nu liepen we met z'n twee, ik en Martijn. Liepen. En toen zei ik van... Ik zei ik. En Martijn luisterde gelukkig. En toen liep hij goed vrij. En toen was het heel makkelijk om daar naartoe te koppen. Maar doet hij dat normaal niet luisteren dan? Hij luistert heel weinig naar mij. Hij is ook altijd boos op mij. Dus ik ben blij dat hij nu een keer luistert. Nou ja. Hij heeft zijn mond vol. Voor jou een speciale wedstrijd, net zo goed als voor Tim Bakens, want ja, dit is eigenlijk toch jouw clubje. Twee leuke jaren meegemaakt. Gepromoveerd, op doelsaldo niet. Dus ook een beetje met een zuur gevoel daar weggegaan. Maar ja, het is toch wel een beetje je clubje geworden, ja. Wat betekent dat voor jou, die wedstrijd? Is dat een extra motivatie om je eigen nog beter, want je bent geblesseerd geweest, is dat om je eigen nog beter te profileren? Nee, dat niet per se. Het is natuurlijk zijn leuke wedstrijden. Er zijn heel veel jongens met wie we vorig jaar nog gespeeld hebben. Die zijn er nog, dus dat is leuk. Maar het is niet dat ik ze de 3 punten gun. Nee, want Jan, wil je ook de jongens? Want hoe kun je eigen medespelers dan motiveren? Ga je zeggen van jongens, let op die spelers, want dat zijn een beetje gevaarlijke jongens? Je hebt natuurlijk wel een analyse door de week door. En dan, dan vragen ze wel aan mij wat specifieke kwaliteiten van bepaalde jongens. Maar de meeste mensen die kennen iedereen ondertussen wel. Dus zo bijzonder is het allemaal niet. En ze draaien ook nog niet zo denderend, hè? Nee, ik moet zeggen dat ze de afgelopen periode wel goed zijn. Volgens mij zijn ze ook 2e in de periode, dacht ik, uit mijn hoofd. Dat weet ik niet zeker. Dus ze hebben volgens mij hun draai wel redelijk gevonden nu. Vooral thuis. Dus hopelijk kunnen wij hier thuis wel winnen van hun. Ga je dan vrijdagavond, en dan is het wat later, want de wedstrijd start pas om 9:00 tegen 11:00. Ja, dat is laat, wordt een latertje. Maar ga je dan om 10:45, 11:00 met een goed gevoel naar binnen, na 3 punten? Daar ga ik wel vanuit, ja. Dat je op een goede manier vakantie kunt gaan vieren. Ja, dat zou heel lekker zijn. We zijn gewoon goed bezig. We zitten er in principe, de sfeer is goed. We zitten er in principe prima in op dit moment. Dus als we op deze manier de winst op in kunnen gaan met 3 punten, dat zou heel lekker zijn, ja. Nou ja, je hebt een appelflap. Dat is alvast lekker. Ja. Op naar 3 punten. Ja, dat gaan we doen.